Nou, daar liggen we dan in bed. Na een, ik kan wel zeggen, hele vermoeiende emotionele dag. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. René is lekker aan het werk. Jesse Silver is op het kinderdagverblijf. De allerlaatste dag bij Villa Bloem. Dan gaat hij fulltime naar de gastouder. Nou, daar heeft hij ook hartstikke naar zin, dus dat is allemaal geregeld. Ik heb vandaag een krankzinnig goed idee. Ik ga namelijk dit meubel in mijn eentje naar de loods brengen. Ja, je raadt het al, ik hou van een uitdaging, dus ik heb geen idee of dit goed gaat. Ik moet hem eerst leeghalen, dan moet ik hem hiervan afhalen. Dan moet hij op een karretje, dan moet ik hem vastzetten en dan moet ik een eindje gaan lopen met het karretje. Kan nooit goed gaan. Ik ga wat dozen pakken en die vullen. Dan ga ik deze leeghalen en dit hierboven leeghalen. En dan ga ik proberen mijn rug te vernielen met deze kast. Wish me luck. Ik dacht, dat gaat me nooit lukken. Maar daar staat hij, Makkie. Nou, op het karretje wegwezen. De auto zit er helemaal volgeladen. Dus die gaan we nu eventjes weer in de lood stoppen. Het is waanzinnig druk hier. Dus ik ga snel een karretje pakken voordat alles bezet is. Daar zitten we dan met z'n tweetjes. Ja. De allerlaatste dag bij Villa Bloem. Het is een einde van een tijdperk. Het is... snel gegaan, het is echt bizar gewoon. Ja, hij is hier wel als babytje gewoon de eerste periode van zijn leven is hij hier geweest. En nou, hij heeft het heel erg naar zijn zin bij zus, dus dat zit allemaal wel goed. Maar ja, het is wel gewoon weer een stap, weer een afsluiting, weer iets verder nieuw. Ja. Dus we gaan hem halen, we hebben een kleinigheidje meegenomen voor de lieve dames van Villa Bloem. En, ja. Nou ja, mochten jullie kijken, hartstikke bedankt voor alles. Ja. En heel veel succes. Ja, veel succes inderdaad in de toekomst. En een fijn nieuw jaar alvast. Hey schat. Hey schat. Gaat het? Ja. Nat, nou, ik denk hij van. Hij was zo nat voordat ik ging fietsen. Ik denk van de regen. Ja, snap ik. Moet ik iets bekijken? Nou, ik heb de droger aangezet. Ja. Ik denk dat hij wel klaar is. Dus misschien moet je heel even het. Ik denk dat ik het wel weet. Een en ander uithalen. Oh, schat, hij haalt iets uit de prullenbak wat vies is. Nee, ik zeg keratine, crème, haarmasker en dingen. Oeio. Maar gelijk een maar ook, hè? Hoi. Waar heb je die naartoe gebracht? Jesse. Wat? Dat ding. In naar de loods. Nou, die zou naar mijn moeder gaan. Hè? Nee. Ja.
We zouden alle spullen erin laten en meenemen naar mijn moeder. Nee. Nee. Nou, nee, maar ja. Doen we nog eens die dozen. Alles wat... Ja. Hey. Hey. Alles wat erin zat, past in 2 dozen, 2,5 doos. Ja, nee, dat is prima. Ik bedoel, mijn moeder heeft ook die dozen, die ding weggelegd gemaakt. Dus dat is goed. Nou ja, en ik heb hier, zoals je ziet, ik denk zet die schoenen maar gewoon hier. Ja. Dat kan makkelijk. Oh. Hey, er zijn al een paar dozen weg. Maar die heb je dus in koffers gedaan. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb al jouw slipjes zitten in één koffer. Mm-hmm. En je moet maar weer heel eventjes doorzoeken wat nou precies waar zit. Jessie. Ja. Ja. Kijk uit voor je hand. Jessie Silver. Kijk uit voor je hand. Hey. 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 Hey schat. Dus Kijk uit voor je handje, hè. Kijk uit voor je handje. Dit is een combinatie van wat broekpakken en shirtjes. Ja. Korte mouwshirtjes. Mm-hmm. Dat is allemaal van mij. Ja. En hier zitten lange mouwen en wat truien. Ja, maar het vervelende, kijk, ik heb lange mouwen, korte mouwen en broeken. Dus voor mij past het, snap je? Maar jij hebt jurkjes, lange mouwen, korte mouwen, middelmouwen, lang, kort, met broek, zonder broek. Broekpakken, jurkjes met broek, korte rokjes, rokjes, broekpakken. Ik wist het allemaal niet. Dus hier zitten jouw comfortabele broeken in. Ja. Dit zijn gewoon al jouw broeken. En hier heb je nog wat comfortabel. Dat zijn mijn pyjama's. Of zo. En truien met lange mouwen. Oké. Okay. En al jouw vesten en zitten nog steeds hierin en in die doos eronder. En in die auto ding zit niks meer. Daar zitten al onze pakken in, jassen en alles wat lang is. Oké. Okay. Hey. Nou, goed bezig, schat. Ja. Goed bezig. Ja, toch? We hebben net heerlijk gegeten. En nu zijn we wat oliebollen aan het voorproeven. En nou, volgens mij vallen ze wel in de smaak. Jessie, van 1 tot 10, wat voor cijfer geef je dit oliebolletje? Ja. Een ja. Ja. Dat is dan een... Eten. Nee, ook wat er nou van hapje kan. Dan zijn ik al een beetje warm misschien nog. Lekker, hè? De poedersuiker overal. Deze zijn van de Albert Heijn. Die moesten heel even in de oven. Motor hou op, dankjewel. En ze zijn gevuld, schat. Hè? Heel luxe zijn gevuld. Met rozijntjes. En wat nog meer? Was er nog iets? Appel. Oh ja, appel. Ik ga er ook eentje proeven. En nog iets. Oh. Oh. Ja. 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 Ja, wel goed. Prima balletje hoor. Kom lekker, Jessie. Ja. Een hele goede morgen. Middag al. Het is 30 december en vanochtend om 8:30 werd ik gebeld door de huisarts. Ik miste net het telefoontje, dus teruggebeld en assistenten aan de lijn. En die had de uitslag van mijn HPV-test. Zoals jullie waarschijnlijk weten heb ik dat vorige keer de zelftest gedaan. Daar kwam uit dat er HPV gevonden was, dus ik moest naar de huisarts om een extra test te laten doen om te zien wat de gradatie was. En je hebt pap 1 tot en met 5. En 5 is dan de ergste stadium, zeg maar. En ik ben gebeld dat ik in pap 3 zit. Dus dat is niet heel goed. Pap 1 zou zijn dat het gewoon normaal was. Maar pap 3 is toch dat er verder onderzoek gedaan moet worden. En dat ik dus een afspraak moest maken bij de gynaecoloog. Dus daar schrok ik wel heel erg van eigenlijk. Ook al weet ik dat het alsnog niks hoeft te zijn. Maar het kan wel wat zijn.
en dat er toch een behandeling nodig is. Dat het een voorstadium is van baarmoederhalskanker of dat het toch kan uitlopen tot. En ik moest even wachten op een brief die ik zou krijgen. Maar plots werd ik gebeld op werk dat door de gynaecoloog zelf. Dat ze een plekje hadden om 2:30 en dat ze zelf contact hadden opgenomen met de huisarts. Dus of ik dan al kon komen. Dus dat vind ik wel heel fijn eigenlijk. Want ja, hoe sneller ik weet wat het is en wat er gedaan kan worden, hoe sneller het uit mijn hoofd kan, hoe beter. Want je wil met zoiets gewoon niet de hele tijd blijven zitten. En je maakt het allemaal veel erger waarschijnlijk dan dat het hoeft te zijn. Dus ik vind het wel super dat ze dat hebben gedaan en dat ze daar zelf mee gekomen zijn. En ze zijn nu onderweg naar het Haagse ziekenhuis. En dan heb ik eigenlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Ik weet eigenlijk niet eens of Sergio mee mag. Maar Sergio is gewoon mee. En als hij niet naar binnen mag, dan kan hij even buiten wachten. Het is toch fijn als er iemand bij is. Dus even wachten. Afwachten. Nou, daar liggen we dan. In bed. Na een, ik kan wel zeggen, hele vermoeiende emotionele dag. Denk je niet? Daar gaan we al. Nou ja, zoals ik al vertelde, wij zijn dus bij de gynaecoloog geweest. En gelukkig kon Sergio mee. En die heeft best wel duidelijk uitgelegd wat het nou precies inhoudt. Je hebt dus het HPV en daar heb je dan scores in pap 1 tot en met 5. En 5... Nee, dat is niet. Je hebt HPV laag risico en hoog risico variatie. Je hebt het hoog risico. Dat staat los van die pap. Ja, maar ik begon eerst even met die pap. Want je hebt dus pap 1 tot en met 5 en pap 1 is eigenlijk gewoon normaal. Dat zou iedereen moeten hebben als het goed is, of het heeft iedereen. Ons vrouwen, denk ik. En 5 is dat er veel... is niet goed, laat ik het zo zeggen. En ik heb dus pap 3A2. En dat is dus een hogere kans op slechtere cellen, zeg maar. Slechte cellen. Nou ja, en vanuit daaruit gaan ze dus kijken, want je hebt dus inderdaad een laag risico en hoog risico. En ik val in het hoge variant, een hoog risico. Nou, vanuit daaruit gaan ze dus dan kijken naar het CIN. C-I-N. En dan hebben ze dus daar ook weer gradaties in, 1 tot en met 3. En dat heeft te maken met de dikte van het slechte weefsel. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, dus dat heeft hij eigenlijk zo van tevoren uitgelegd. En hij zegt als 3 is dus daarin ook weer hoog. Dan is dus de vraag, wat gaan ze doen? Nou, dan heb je dus een bepaalde behandeling waarbij ze het kunnen wegschapen. En dan halen ze iets weg van de baarmoedermond. En ja, dat brengt natuurlijk ook wel wat risico's met zich mee. Want stel nou dat je nog een kind zou willen en er wordt steeds meer wat afgehaald, dan heb je ook weer meer kans natuurlijk op vroeg geboorte. Omdat je baarmoeder als niet meer goed werkt. Of baarmoedermond. Nou ja, goed, dat gezegd hebbende, moest ik daar met de benen wijd. En hebben ze even goed naar binnen gekeken. En Sergio kon ook meekijken op het scherm. En eigenlijk zei hij al vrij snel dat hij wel zag dat het er onrustig uitzag. En dat het ook best wel een groot gebied was wat er niet heel goed uitziet. Toch? Onrustig. Ja, hij was duidelijk ontstemd over wat hij zag, zeg maar, meteen. Dat het gewoon veel minder verwacht. Ja, dus
Ja, hij heeft stukjes, hapjes afgenomen waar dan een biop moest gedaan worden. En daarmee zei hij dan van, als ik het zeg, dan moet je even kuchen. Ook al had ik een mondkapje op, ook nog even mijn hand ervoor, nog extra. En dan als hij het dan zei, dan moest ik kuchen. En dan knipte hij er zo'n stukje van af. Nou, dat is met twee stukjes gebeurd. En ik probeerde daar gewoon alles een beetje zo weg te ademen, om zo... Ja, zo rustig mogelijk te blijven en zo ontspannen mogelijk. Sergio die ging bijna van zijn stokkie. Blijkbaar, want ik zag dat niet. Maar die zat dus achter het scherm nog en die kon wel meekijken. En die zag mij bloeden, blijkbaar. Liep het echt eruit of zag je het gewoon van binnenuit? Dat het aan het bloeden was. Of naar buiten kwam echt? Nee, want daar legde hij meteen het watje op, maar... Je zag gewoon op het moment dat hij die knijp deed, ja, alsof je jezelf snijdt, zeg maar. Je ziet gewoon in één keer bloed vloeien. En omdat jij het was en omdat het feit dat je hersenen dat gewoon niet helemaal kunnen handelen of zo. Het zweet brak me uit en ik dacht, als ik nu op ga staan, dan ga ik sowieso tegen de grond aan. En die dokter, die student, zeg maar, die keek al 3-4 keer zo om, zo van... Hij krijgt een beetje de kleur van mijn witte jas. Toen zei die vrouw, je moet even met je hoofd tussen je benen. Nou, dat heb ik gedaan en toen ging het gelukkig vrij snel weer. En toen kreeg ik water. En toen kwam jij er ook al bij en toen was het wel weer oké, gelukkig. Ik dacht wel even, inderdaad, het gaat er niet om. Ik denk, nee, het gaat niet om mij. Ik moet sterk zijn voor René. Dan lig ik er direct naast. Maar nee. Nou ja, en ik moet wel zeggen dat het was een goed trucje om te laten kuchen. Want dan denk je wel even van oeh, maar het viel uiteindelijk wel mee. Ik vond het eigenlijk vervelender toen hij het daarna eigenlijk een soort van ging... Deppen, ja, eigenlijk gaasjes opleggen. Hij zei eerst doe maar 2 watjes en toen zei hij nou, doe toch maar 3. Ja. En dan voelde het net alsof je gewoon van binnen zo, alsof er iemand zo net met een naald zo even zo... tegenaan zit. Dus het is gewoon onprettig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, goed, daarna hadden we dus het gesprek. En hij maakte een inschatting. Ook naar aanleiding van wat hij nu heeft gezien. Maar het moet dus nog echt op kweek, denk ik. Kweek. Maar hij schatte het nu dus wel al in op zin 3. Dus eigenlijk het hoogste. En nog hoger zou daadwerkelijk baarmoederhalskanker zijn. Dus ja. Hij zei, ik denk niet dat het is. Ik denk zin 3. Dus eigenlijk, ik hoop gewoon dat hij gelijk heeft. En dat het niet dus al verder is dan dat. En het liefst nog misschien lager. Maar ja goed, die man zal al heel lang zijn vak doen, denk ik. En al veel dingen hebben gezien. Dus in dit geval denk ik, ik hoop dat hij gelijk heeft. En dat het niet al echt kanker is. Wat overigens wel zou inhouden dat we dus die... Ik vergeet de naam, een ingreep zou moeten gebeuren. En dat is namelijk dat er iets weggehaald moet worden. En wat mij persoonlijk opviel is dat hij in eerste instantie toen hij nog niks had gezien, dat hij eigenlijk erover begon van nou, we zijn daar wat terughoudend in. Of je moet daar wel een beetje terughoudend in zijn, hè, met het echt iets weghalen. Want door de redenen wat ik net vertelde. En nu zei hij eigenlijk van als dat het is, dan wil ik eigenlijk het nog beter bekijken en dan wil ik het gewoon onder een roesje doen. En dus weghalen. Dus hij had het niet meer over, we gaan daar terughoudend in zijn. Nee, hij had het gewoon over van, dan gaan we dat doen. Ja. En ik kan er niet veel meer van maken. Een week moet ik wachten. Volgende week donderdag heb ik een belafspraak.
En dan krijg ik de uitslag. En dan gaan we dus, ga ik dus te horen krijgen wat het precies is. En wat de plan de campagne is. En of die er is. Maar hij zei dus eigenlijk wel van, kijk, het virus kan je dus, blijkbaar kan je het HPV-virus, daar hebben ze dus niks voor, niks tegen. Nee, het is in principe die lage risicovariant zijn dus echt de uiterlijke vratjes. Dus die kun je op je handen zo krijgen, maar dus ook op je edele delen. Dat is wel gek, hè? Dat is iets wat je echt ziet, waarvan wij denken, ja. Dat zijn dus gewoon laag risico. Ja, en die heb je dus niet. Nee. Je hebt echt de verhoogde risico en die zorgen voor dusdanig onrustige cellen. Wat uiteindelijk kan leiden tot kanker. Ja. En als ze dus die ingreep doen, dan halen ze een stukje van je baarmoedermond weg, ter grootte van een contactlens. Ja. Ja, het komt even allemaal rauw op ons dak. Begon natuurlijk al met, vanochtend eigenlijk met de uitslag via de huisarts. Dat was gewoon even een schok. Want je denkt, fucking hell, pap 3, dat was niet goed. En afspraak met de gynaecoloog, dus dan raak je al een beetje in paniek. En ik dus de gynaecoloog gebeld, maar dat konden ze in eerste instantie niet. Althans, ik kon wel een afspraak maken, maar ze hadden nog niet echt de uitslag en de brief gekregen van de huisarts. Dus daar moest ik op wachten voordat we een afspraak konden maken. Nou ja, ik werd de huisarts gebeld en toen zei die meid van de assistent van ja, je krijgt die uitslag ook nog per brief in je opgestuurd. Dus daar kan je even op wachten en dan kan je de afspraak maken met de gynaecoloog. Nou ja, en ik ben op werk en toevallig mijn telefoon in mijn hand en ik word ineens gebeld en ik herkende het nummer dat het nummer van de gynaecoloog was. Dus ik opgenomen en toen zei hij van, we hebben zelf even contact opgenomen met de huisarts, want we hebben nog een plek om 2:30. Ja, super fijn. Dus ja, echt heel fijn. Dus godzijdank heb ik het kunnen regelen met op mijn werk. Met mijn lieve collega's die mijn laatste afspraakjes hebben overgenomen. Dat ik toch gelijk vandaag daarheen kon. Dus dat is wel echt super fijn. Dat ik dus niet ook daar nog een tijd aan over had om te piekeren, zeg maar. Alleen helaas ben ik er nu niet geruster op geworden. Alles komt goed, schat. Ja. Het is niet... Maar goed, dat we de verzekering hebben geregeld vanaf 1 januari. Die gaan we helemaal niet nodig hebben. Het is niet hoe we het jaar hadden af willen sluiten, maar ja. Dat kan nog ook wel op die klote hoop. Ja. Nee. We gaan er gewoon even deal with it nou en krijg je volgende week die uitslag. Dan zegt hij gewoon, dit is een SYN 3. Super onrustig, maar we gaan het weghalen. En daarna is het gewoon onder controle blijven. Maar dan is het gewoon weer te behappen. En de rest doet jouw lichaam gewoon. En dan kunnen we gewoon lekker verder en ons focussen op het huisje. Ja. En lekker verder gaan met onze vrolijke Jessie. En een leuk weekendje wegplannen in februari, als alles weer open gaat. Ja. Ja, en iedereen zegt natuurlijk, probeer positief te blijven. En het is het nog niet. En je hebt nog genoeg tijd om je druk te maken. En dat probeer je dan ook wel, maar toch... Ja, daar heb je nu geen kut aan, dat snap ik. Nee, ja, je kan niet echt je hoofd controleren. Ik zou, ja... Aan de ene kant vind ik het heel ver van mijn bedshow of zo, weet je wel. Dat je denkt van, nou, dit kan mij niet gebeuren nou.
aan de ene kant voelt het nog niet echt of zo, maar aan de andere kant blijf je er toch wel mee bezig. Dus ja. Oh ja, en ik heb ook nog, had ik dat al verteld? Medicijnen? Nee. Ik heb ook nog medicijnen. Ja, er was ook nog een soort van schimmel. Nee, niet een schimmel. Ja. Of wel een schimmel. Ook een schimmel gevonden. Ben ik ook de naam alweer van kwijt. Maar dat komt redelijk vaak voor bij vrouwen. Maar daar hebben ze dus nu voor de zekerheid wel een kuurtje ook voor gegeven. En ook omdat ze zoiets hebben van het kan de test misschien ook wat hebben beïnvloed. Maar ik heb daar de gynaecoloog helemaal niet over gehoord. Dus. Nee, ja, een schimmeltje is ook niet zo boeiend. Die heb je over je hele lichaam en soms komen ze tot uiting. Ja. Het is dat het uit die test kwam, maar ze hebben er zelf helemaal geen last van. Nee. Dus ja, gewoon even een kuurtje van 7 dagen en dan is dat ook weer opgeruimd. Ja. Ja. Dus ja, dat had ik niet verwacht toen ik voor het eerst dat... Dat ik dacht, goh, nou, ga even de zelftest doen, jongens. Je denkt even een bevolkingsonderzoekje. Ik krijg gewoon een brief, niks gevonden, prima, door met je leven. Maar ja, lang leven de bevolkingsonderzoek, want ja... Het schijnt dat je zeker met baarmoederhalskanker, dat je het vaak niet merkt. En dat als het dan gevonden wordt, dat het al vaak op een verder stadium is. En dan is het moeilijker te behandelen. Dus ja, dat is wel moeilijk. Maar goed, als ze het nu hebben gevonden, dan en ze gaan er ook wat aan doen. Maar nu ze het gevonden hebben, zal ik waarschijnlijk gewoon wel onder controle blijven bij hun. Ja, het duurt 10 tot 15 jaar eigenlijk voordat zo'n virus zich ontwikkelt, toch? Of dat het uiteindelijk baarmoederhalskanker wordt of zo. Zover gaat mijn kennis nog niet. Ja, zoiets heb ik gelezen. En op het moment dat jij seks hebt voor het eerst, ja, dan begint dus eigenlijk al de kans op dat je dit ooit in je leven kan ontwikkelen, inderdaad. Dus ja, eigenlijk is het de SOA, maar toch ook weer niet. Nee. Het is wel seksueel. Het is wel overdraagbaar, maar het is... Ja, het valt niet in het klassieke rijtje van chlamydia en syfilis. Nee. Het is gewoon iets, een heel ander soort virus. Ja. Ja. Ja, verder is het nog wel een klein beetje gevoelig daar beneden. Althans, met staan of je voelt af en toe nog een klein prikje en zo. Dus ik hoop dat dat morgen over is. Ik kan nog even aan de bak en dan ben je 3 dagjes vrij. Ja, toch even lekker rustig aan doen. Ja. In ieder geval Jesse Silver, die is bij oma blijven slapen, want oma die past op morgen en we gaan ook naar haar. Dus we hebben gezegd van joh, hij was zo moe. Leg hem maar bij jou in bed en blijft hij lekker bij jou slapen, want anders dan moet ze weer hierheen om hem op te halen en weer mee te nemen morgen. Dus dat is ook niet fijn voor hen. Dus. We hebben nog even een filmpje gekeken. Ja, even een verlaten kerstfilm. Ja. Christmas Drop. Nou, dat was wel leuk, hè? Ja. Dat was wel geinig. Ik wou grappig dat het gebaseerd is op een echt verhaal. Ja. Nou. Zo grappig. Ja, nou, dit was de laatste vlog van dit jaar eigenlijk. Is dat zo? Gaan we niet morgen nog filmen dan? Uiteraard, maar dat wordt weer een nieuwe vlog. Wordt dan een nieuwe vlog? Ja, want als ik zie dat we nu al 18 minuten hebben opgenomen. En ik heb ook nog
de rit van de kast, de badkamermeubel en dergelijke. Dus dit wordt weer lekker een lang vlogje. Dan kunnen we morgen gewoon weer opnieuw beginnen. Oké. Okay. Nou, vond je dit toch een interessante vlog? Doe even een duimpje omhoog. Het is allemaal niet zo vrolijk als normaal, maar we vinden het toch altijd erg leuk als je kijkt en reageert. Vergeet niet het belletje aan te zetten en te abonneren. Ja. En wij gaan gewoon goede moed het nieuwe jaar in. En blijven we gewoon zwaar positief. En gaan deze battle ook gewoon weer aan met z'n tweeën, met z'n drieën. Of met z'n vieren, met je moeder erbij. Gewoon allemaal. Patboom. Ja. En dan komt alles goed. Dus we zien je heel graag weer de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Ciao.